kijkt vanavond. En wat een goed idee ook, want niks houdt je in deze koude maanden beter warm dan een beetje onvervalste romantiek. We hebben vanavond Caesar en Cleopatra te gast, die in werkelijkheid twee hele bekende Nederlanders zijn. We gaan ons nieuwe finalespel weer spelen en we hebben natuurlijk drie bijzondere aanzoeken. Eentje midden in de sneeuw, eentje midden tussen de vlinders en eentje midden op het strand. Patrick Rovers en Miranda Barefoots uit Zeeland hebben elkaar 9 jaar geleden ontmoet op een bruiloft. En u kent het gezegde, van een bruiloft komt een bruiloft. Love is in the air. Ik heb Miranda in 1993 leren kennen. Toen hadden we een bruiloft op een boot en op een gegeven moment zag ik haar staan. En na veel aarzeling heb ik haar eindelijk te dansen gevraagd. Zo, en nu wat actie. Ik ben hier om Miranda te huwelijk te vragen. En ik heb in ieder geval een plan gemaakt. Elke week gaat ze met haar moeder wandelen met de honden. Dus ik hoop dat ze ook vandaag langskomt. Lieve Miranda, ik weet nog goed de dag dat wij elkaar zagen. Het was heel speciaal. Ik heb brieven geschreven die echt op haar bedoeld zijn. Met erin wat boodschappen welke ik in een fles heb gedaan en in de zee heb geworpen. Dus ik hoop dat ze ze vindt en dat het spoor naar mij zal leiden waar ik haar het aanzoek zou willen doen. Zo, en nu maar open. Nou, ik ben op Miranda gevallen. Ja, omdat ze ten eerste mijn type is. Ze is heel lief, echt een doorzetter. Gewoon iemand waarmee ik me op mijn gemak voel. En waar ik gewoon mijn leven mee wil delen. Voor mij komt ze daar. Zet in, hoor. Fles. Flessenpost. Lees dit. Een dag die ik nooit zal vergeten. De dag dat ik jou heb ontmoet. De dag dat ik voor het eerst met je dans. Ik wist van toen je bent bijzonder. Hoe kan dat dan? Daar zijn ze. Nog een fles. 25 juli 1993. Een dag die ik nooit zal vergeten. De dag dat ik je voor het eerst kuste. De dag dat het tussen ons begon. Ik wist vanaf toen, jij bent heel speciaal. Ik snap er niks van. Hoe kan hij dat nou doen? Vandaag. Vandaag, een dag die ik nooit zal vergeten. Na 9 jaar weet ik het zeker dat jij de waarde bent voor mij. Je bent lief, attent en enorm zorgzaam. Je bent mijn droomvrouw. Kom naar me toe, ik wacht op je. Ik wil je ook belangrijk vragen. Zo hé. Nou, nu zou je het alleen maar te doen dan. Hey. Hey. Kom eens hier. Oh. Hoe kan dit? Dat is schrik, hè? Had je niet verwacht, zeker? Oh, het erg. Ja? Hé, hey, lieverd. We kennen elkaar nu 9 jaar. Ik hou ontzettend veel van je. Een ontzettend leuke tijd. En dat al, voorstellen. 6 jaar wonen we nu samen. Helemaal voor elkaar heb je het. Je eigen praktijkje. Ja? Nou, ik vind je ontzettend... Je bent een eerlijke meid, lief. Je hebt veel doorzettingsvermogen. Nou, en daarom wil ik gewoon met je verder. En ik wil meer zijn dan alleen vriend en vriendin. Ik wil je vragen, wil je met me trouwen? Ja, natuurlijk. Ja? Nee. Oh. Ik heb een beetje. Oh, dat is leuk, hè? Ja. Geweldig. Had je niet verwacht, hè? Nee. Wist mijn moeder het ook niet? Hè? Wist mijn moeder het ook niet? Sinds kort. Oh, jawel. Je was wel zenuwachtig, hè? Ja. Het moment van het aanzoek. Jeetje. Had je door, Miranda, bij die eerste fles al, dat je dacht, nou, ik krijg een aanzoek? Ja. Ja.
Wilde je dat ook heel graag? Heel graag. Maar ik dacht dat hij niet wilde. Ik had gezegd, jij moet me vragen. Dus ik wachtte eigenlijk. Ik zei, god, wil je niet meer? Maar ik wist natuurlijk niet dat hij hiermee bezig was. Dat hij al bezig was, dat hij alles stil moest houden. Ja, echt. Ik had het absoluut niet verwacht. Nou, des te leuker, toch? Ja. Het zou natuurlijk leuk zijn als we vrijblijvend zo door kunnen kletsen. Maar het eerste spel moet meteen al gespeeld worden. Geen ja en geen nee. 90 seconden lang. En iedere fout kost 5 punten van jullie startsaldo van 50. Dus doe het maar niet. Heel veel sterkte. Daar gaan we. Patrick, jullie hebben iets met honden. We hebben inderdaad honden thuis. Ja, maar jij bent ook hondentrainer. Dat doe ik voor mijn werk, dat klopt. Bij de politie. Bij de politie. Hangen ze dan zo aan je arm? Zo, bij die, Ik doe zelf geen pakwerk. Dat laat ik een ander over. Maar ze hangen in de arm. Ze hangen in de arm, alleen die van jou niet? Die van mij ook. Die van jou ook. En heb je hem thuis? Hij zit in de tuin, in de kennel. En jij bent dierenarts, hè? Klopt. Zorg jij dan voor zijn hond? Klopt. Waarom ben je geen veearts geworden? Ja. Dat weet ik niet. Dat is een heel erg diplomatiek antwoord. Patrick, je bent destijds gevallen op haar lange blonde haar. Ze had in die tijd lange haar. Maar nu niet meer? Nu niet meer. Vond je het jammer dat ze het afknipte? Een beetje wel. Je gaat goed, zeg. Patrick, je bent geadopteerd als kind. Klopt. Je bent geboren in? In Teheran. In Iran. Het voormalige Perzië. Wat ga jij goed, zeg. Miranda, in het aanzoek zei Patrick dat je lief bent en zorgzaam en attent. Heb je ook minder leuke trekjes? Ik ben soms heel serieus. Oh ja? Zegt Patrick. En dat vind je wel eens lastig, Patrick? Soms. Hebben jullie veel ruzie daarover? We hebben bijna nooit ruzie. Het wordt een heel vet gesprek. Je bent gek op auto's en computers en dat vind jij dan wel weer eens lastig, toch? Soms. Zit hij er vaak achter? Af en toe. Ja? Met periodes. Te veel. Dan te veel. En dan wil je wel zeggen... Jeetje! Ik heb echt mijn best gedaan, hoor. Om Rianne mee uit te krijgen. Wat is mooi niet gelukt. Zeker. Goed. Echt goed. Echt heel goed. Het werd niet het gezelligste gesprek aller tijden, maar wel met de meeste punten 50 punten gescoord. Heel erg goed. Tot zometeen. Sharon. Kom lekker zitten. Originele openingsteksten zijn eigenlijk bij een eerste kennismaking verspilde moeite. Met de tekst, goh, wat heb jij een leuke broek aan, kom je al een heel eind. En dat bewijst Sharon Siebers, die inmiddels al 4 jaar gelukkig is met Robert Pril en ook de trotse moeder van de kleine Rogier. Rogier en papa Robert zijn een echte twee-eenheid. Dus moest Sharon, om Robert in het huwelijksbootje te krijgen, Rogier wel in het complot betrekken. Ik heb Robert 4 jaar geleden ontmoet in de kroeg. Ik ging daar naartoe en ik zag hem staan aan de bar. En ik keek hem aan en ik dacht van, hé, wat heb jij een leuke broek aan? Ik ging naar hem toe en ik zei van, goh, wat zie jij er leuk uit, dus heb jij een leuke broek aan? En toen begon hij natuurlijk te lachen. Maar toen wist ik wel dat hij me leuk vond. Robert komt hier naartoe met zijn zus en met haar kinderen en haar man en onze zoon Rogier. En hier krijgt zij een compleet verzorgde rondleiding door de dierentuin. En het mooie van alles is dat hij dus niet weet dat ik vandaag zijn verrassing ben. Ja? Oeh. Ik ben gevallen naar wat ik zo leuk aan Robert vind is zijn humor. En waar ik ook heel erg op val bij hem, dat is zijn zorgzaamheid. Naar mij toe en ook naar onze zoon toe. Robert en Rogier zijn 2 handen op 1 buik. Ze stapelen gek bij elkaar. Heel vaak gaan ze met z'n tweeën even een eindje toeren in de auto. Daar mag ik niet mee, want dat is mannen onder elkaar.
Lene, wij wachten hier even op je. Oh. Papa. Zeg maar dag papa, tot straks. Wind is in mijn buik. Hallo. Ik weet wel waar je me aan doet. Wat mooi. En hoe gaat het? Ja, wat is dit dan, joh? Wat ik wil zeggen, van, we zijn al enige jaren bij elkaar. Ja. En samen hebben we best wel veel meegemaakt. In het begin van onze relatie hadden we ieder onze eigen problemen. Ja. Maar daar hebben we ons met z'n tweeën door ingeslaan. En toen ik na Gorgies geboorte niet zo goed in mijn vel zat, ja, heb jij mij geholpen en gezegd van, tuurlijk, kom op, we gaan het tegenaan, we doen het met z'n tweeën. Met z'n drieën. Met z'n drieën. En nu zijn nou, we nu zijn we heel erg gelukkig met z'n drieën. Alleen er is nog één ding wat ontbreekt. En wat onze geluk zal bezegelen. Ik wil er nog één. En dat is de vraag. Wil je met me trouwen? Heel graag. Tuurlijk. Godmeisje. Tuurlijk wil ik met je trouwen. Gelukkig. Dat Sharon dit allemaal in scène had gezet om jou te vragen of je een tweede kind wilde produceren. Ja, kijk wat het is. Ik verbloem mijn gevoelens vaak met humor. En, je had zo'n brok in je keel. Ja. Je denkt, ik maak er een geitje van. Ja, maar je wist natuurlijk wel dat ze je ten huwelijk ging vragen. Hadden jullie het er al vaker over gehad? Waarom hebben jullie het nooit gedaan voordat Rogier kwam? Ja, god, zij wou niet. Kwam je onverwacht of zo? Zij wou niet. Ik wil graag. Nee. Het kwam er gewoon niet van. Het kwam er gewoon niet van. Dus uiteindelijk was het maar goed dat jij het heft in handen hebt genomen, Sharon. En dat betekent ook dat jullie het geen ja- en geen nee-spel moeten gaan spelen om een beetje verder te komen in dit programma. Dus 90 seconden, zo min mogelijk, en geen lange stiltes laten vallen. Daar gaan. Sharon, wat was het voor een broek waar jij op viel? Het was een broek met allerlei zakken, een sportieve broek. Heb je hem nog, Robert? Ik heb hem nog. Echt, waar heb je altijd bewaard? Ik heb hem bewaard. Pas je hem nog? Ik pas hem niet meer. jij bent op dit moment fulltime moeder. Dat klopt. Maar je werkte toen je hem leerde kennen in de kroeg. Hoe ging dat? Inderdaad. Hoe ging dat? Ik kwam hem tegen. In het begin kwam ik hem tegen in de kroeg. Ja. Met het verhaal van, wat heb jij een leuke broek aan? Ja. Die week erop kwam hij bij mij in de kroeg. En jij denkt, ik maak er een lang verhaal van, want dan hebben we zo min mogelijk ja's en nee's. Jij kwam er toch s'avonds warm eten brengen, zo was het toch? Dat klopt. Jij bent vroeger kok geweest. Nou, kok geweest, ja. Ik heb ja, een tijdje... Ja, dat was een klein jaartje was het. Je hebt een tijdje in de horeca gewerkt. Klopt. En wat doe je nu? Ik werk nu bij een grote koffiebrander, zeg maar. Oké, okay. Het is goed dat je de naam niet zegt. Zullen we het even over jullie kind hebben? Dat praat makkelijk. Het is prima. Natuurlijk het mooiste kind van Nederland. Allermooiste kind. Allermooiste kind. Is die al zindelijk? Hij is al zindelijk. Zo. Dus je bent uit de luiers, Robert. Dat was een geintje. Hij is niet zindelijk. Oh, hij is niet zindelijk. Hij kan wel lopen. Hij kan wel lopen. Als jullie ruzie hebben, zo, waar gaat het dan meestal over? Dat gaat meestal over kleine dingetjes. Hij schijnt een beetje laks te zijn, hè? Af en toe. Ja? In het huishouden of... In het huishouden ben ik de baas. Doe jij ook... Oh, nou, de tijd is al om. Goed. Score. En jullie mogen even ontspannen, want wij gaan kijken naar Tom en Danielle. Daar komen ze. Hallo. Tom van Alphen en Danielle Breuer leerden elkaar 5 jaar geleden kennen, ook in de kroeg. En ze wisten al vrij snel zeker, wij zijn voor elkaar gemaakt. Eigenlijk vond Danielle dat Tom na 5 jaar wel eens een keer op zijn knieën mocht. Maar aangezien het er niet naar uitzag dat hij dat ooit ging doen, schreef ze naar Love Letters en wij belden met Tom. Nou, ik ben Danielle 5,5 dagen geleden tegengekomen in de kroeg.
Het was gewoon liefde op het eerste gezicht. We hadden één probleem, ze had op dat moment een vriendje. Maar dat heeft ze dus uitgemaakt voor mij. Dus dat is gewoon helemaal de eer. En een week later zijn wij een relatie gekregen. Het is gewoon de meid van mijn droom eigenlijk. Ja. Hoi. Hoi. Hallo. Goed vrienden? Ja, zeker. Oké, mooi. Danielle is nu gearriveerd in de skihal. Zij denkt dat ze voor een aanzoek komt van mij. Maar wat ze niet weet is dat ik al ingelicht ben erover. En dat ik het over heb genomen van haar. En dat ik haar vandaag een huwelijk ga vragen. Dan hebben we hier die skibaan. Mm-hmm. Dat jij hier van bovenaf zo komt skiën. Kom op jongens, Danielle is boven, is kwam. Kom, tempo. Kom. Hij heeft niks door. Leuke dingen kunnen gaan doen hier. We hadden een paar dingetjes sowieso al bedacht. Oh, oké. Okay. Ja, dag. Hoi lieve. Hi. Op deze manier wil ik je laten zien dat ik ontzettend veel van jou hou. Ik ben mijn maatje, mijn schatje. Van nu en altijd. Ja. Ik wil met jou de rest van mijn leven gelukkig worden. En samen verder gaan in ieder geval. Ja. Ik wil je in ieder geval vragen, wil je met me trouwen? Ja, natuurlijk. Ja. Schatje. Wel weer lekker te snotteren in je zakdoekje. Je hele make-up gaat eraan, joh. Ja. Het was volgens mij steenkoud in die hal, hè? Het was ijskoud. En je stond daar op hele... Ja, wat had je aan? Slippers? Het was zomer en jij dacht van... Het was 25 graden, maar ik wist niet dat we in die hal gingen. En het was -2 in die skihal. Dus ik stond daar in mijn slippertjes in de sneeuw. Dus echt, maar daar heb je weinig van gemerkt waarschijnlijk. Nee, ik ben goed verzorgd. Na de rand hebben ze het lekker opgewarmd. Oh, gelukkig. Ja. En volgens mij vond je het uiteindelijk toch wel heel leuk dat hij het gevraagd heeft. Ja. Wisten we wel. Hè, ja, Tom? Ja, ja. We gaan het gesprek gewoon voortzetten. Alleen in een ietsje aangepaste vorm. Zonder ja en nee als het even kan. En geen stiltes die langer duren dan 3 seconden. Daar gaan we. De tijd loopt. Tom, je werkt in een doe-het-zelf-zaak. Klopt. Ben jij een soort Nico van eigen huis en tuin? Zo wat je ogen zien, maken je handen? Een beetje. Ben je heel handig? Inderdaad. Doet hij ook veel, Danielle, thuis? Al die klusjes en zo? Hij doet heel veel. We hebben pas een nieuw huis gekocht. Nou, 1,5 jaar geleden, maar daar heeft hij de vloer zelf ingelegd. En hij heeft het tuinhuisje gemaakt. Je hebt echt wat aan hem. Ik heb echt heel veel aan hem. Wat had Tom die avond in die kroeg waardoor jij dacht, dit is hem? Zijn spontaniteit, zijn praatjes, zijn gesprek. Echt liefde op het eerste gezicht? Echt liefde op het eerste gezicht. Tom, jij schijnt nogal ijdel te zijn. Dat vindt zij. Dat vind jij niet? Niet echt. Niet echt, maar ik je kijkt... Ik wil verzorgd uitzien. Dat is heel belangrijk. En jij schijnt weer een pesthekel te hebben aan schoonmaken, Danielle. Inderdaad. Doe je het nooit? Jawel. Het hoort erbij. Jawel. Jawel, jawel, dat is een klein jaartje. Het hoort erbij. Dus hoort erbij. Jullie vervuilen niet. Ik hoef me geen zorgen om jullie te maken. Niet echt. Wat is er met Danielle's gehaktballen, Tom? Die zijn heel speciaal. Echt waar? Die smaken ontzettend lekker. Dat zijn de beste gehaktballen van Nederland. Dat is een geheim. Dus maak ik mag je niet... ze vaak?
Niet zo vaak. Je houdt ze speciaal. Ik hou ze speciaal. Sinds dat we samen wonen heb ik het nog maar één keer gemaakt. Nou, dat is toch ook wel zielig. Ja, je bent Brabants judo-kampioen geweest. Neem je hem wel eens in de houtgreep nog? Of? Nog steeds. Dat doe je wel. En kom je daar nog uit, Tom, of is ze dan echt heel sterk? Moeilijk, ze is heel sterk. Ja. Waarom? Oh, kijk, Tom. Gaat heel goed vandaag, hoor. Jeetje, bijna niemand zegt ja, nee. Nou, je mag het nu weer gewoon zeggen. Jullie hebben 45 punten gescoord en met die stand gaan we naar de tweede ronde. Gaan jullie mee? Ja. We gaan voor de tweede keer ons VIP-spel spelen, waarbij we er niet alleen achter komen hoeveel onze eigen kandidaten weten, maar ook hoe het met bekend Nederland gesteld is. Elk koppel krijgt 4 vragen. Een goed antwoord levert 10 punten op. En daarna moeten ze proberen uit de 9 bekende Nederlanders op onze videowall er eentje te vinden die ook het goede antwoord weet. Want in dat geval krijgen ze er 10 punten bij. Weten de kandidaten het antwoord nou niet, dan kunnen ze toch nog 10 punten verdienen door een VIP te vinden die hetzelfde probleem had. Het paard dat aan het eind van deze ronde de hoogste score heeft, ontsnapt aan onze vreselijke champagnetoren en mag zo door naar de finale. En dat is wel heel lekker, dus doe je best. De eerste vraag is voor Patrick en Miranda. Jullie hebben telkens maar 5 seconden bedenktijd, dus snel antwoord geven en duidelijk 1 antwoord. Ja? Daar gaan we. Welke couturier ontwierp de trouwjurk van prinses Maxima? Frank Govers. Die leeft niet meer. Nee. Die is al jaren dood. Dus dat kan niet. Het was Valentino, is het goede antwoord. Maar niks aan de hand, want als jullie nu een VIP vinden die daar ook moeite mee had, ik zou Mart Visser bijvoorbeeld dit niet vragen. Als je een verkeerd antwoord wil hebben. Rintje. Dan hebben jullie toch nog 10 punten. Ja? Rintje. Rintje Ritsma. Rintje Ritsma, niet echt op de hoogte van couturiers, denk je. Nee. Rintje, wie ontwierp de bruidsjurk van prinses Maxima? Het is wel vrij recent en als je het zegt zal ik zeggen ja, maar ik weet het niet. Nee, dat is ook logisch voor een schaatser. 10 punten, Patrick en Miranda, heel goed. En we gaan naar Robert en Sharon. Jullie vraag, bij welke provincie hoort Ameland? De tijd loopt. Friesland. Nu zeggen? Friesland. Friesland is goed. 10 punten voor jullie. En nu iemand vinden die dat ook weet. Rintje Ritsma. Weer Rintje. Nou, Rintje, Noor. Bij welke provincie hoort Ameland? Ameland hoort bij Friesland. Ja, dat is goed. Dus nog eens 10 punten erbij. En omdat we Rintje nu al 2 keer antwoord hebben laten geven, valt hij af. Dus jullie kunnen hem niks meer vragen, Tom en Daniel. Jullie vraag luidt. Welke 2 dranken zitten er in een Cuba Libre? De tijd loopt. Wodka. En... Het is fout. Cola en rum zitten in een Cuba Libre. Wie is ook niet zo'n drankenkenner? Anki. De meeste bekende Nederlanders weten er wel iets vanaf. Anki? Anki. Anki drinkt niet, denk je? Nee. Anki, wat zit er in een Cuba Libre? In de Cuba Libre zit rum en cola. Anki houdt wel van een borrel, denk ik. Helaas, niet goed, dus geen punten erbij. We gaan naar Patrick en Miranda met de tweede vraag. Maak het volgende Engelse spreekwoord af. Something old, something new, something borrowed, something... Stamt. Nee, something blue. Something blue. Iets ouds, iets geleends, iets nieuws en iets blauws. Het is een gebruik bij bruiloften. Geen punten dus, maar als je er een vindt die het ook niet weet, krijg je 10 punten. Anki. Die wist Anki. Wel van de Cuba Libre. Ja. We nemen weer Anki of wil je... Wat, zeg maar. Nou, die weet veel, want die is ontwikkeld. Oh. En Jan zit veel in het buitenland. Ja, en Jossie is dat betreft ook op de hoogte van etiketten. Ja, ik denk toch Anki. Ja. Anki? Anki. Ja. Oké, Anki, something old, something new, something borrowed. En dan? Nou, ik vind het wel leuk, want mijn Q en Sydney die heette something old, something new. En het antwoord is something blue.
Oh, nou die pech kan je dan hebben. Ja. Ze wisten het dus wel. Slim. Geen punten erbij voor Patrick en Miranda. We gaan naar Robert en Sharon. Hoeveel snaren heeft een viool? Geen idee. Nu zeggen? 4. Dat is goed. Het was een gok, maar het is goed. 10 punten. En aan wie gaan we dit vragen? Aan Jan. Jan Veen. Ja. Die, moet ja, die het zal weten. Dat niet weten. Hoeveel snaren heeft de viool, Jan? 4. Snaren, ja, kan je een lang antwoord over geven. 4. Ja, tuurlijk is het 4. Weer 10 punten erbij. Tom en Danielle, jullie vraag luidt. Waar heb je last van als je lijdt aan amnesie? Zo. Amnesie. Amnesie. Wat heb je dan? Jeuk. Jeuk? Nee. Wie zei dat? Nee, dan heb je geheugenverlies. Dat is toch iets anders. Dus geen punten voor deze vraag. Maar vind er één die het ook niet weet en je hebt toch 10 punten. Mart. Mart Visser. Ja. Mart, waar heb je last van als je lijdt aan amnesie? Amnesie, wat is amnesie? Dan weet ik echt niet dat soort dingen. Ik vraag me alles over roklengtes en over stikstofnaden. Maar nee, ik heb geen idee wat is amnesie. Amnesie? Geheugenverlies, Mart. Maar ja, we zijn heel blij dat je die wist, want 10 punten dus voor Tom en Danielle. En we gaan weer naar Patrick en Miranda. Een vraag over een naamgenoot van jou, Patrick. Hoe heet de vrouw, we zoeken de voornaam, van Patrick Kluivert? Hoe heet ze? Patricia. Patricia is niet goed, ze heet Angela. Maar wie wist dat ook niet? Mart. Mart Visser weet het niet. We gaan het hem vragen. Hoe heet de vrouw van Patrick Kluivert, Mart? Angela Kluivert. Ai, helaas, geen punten. We gaan weer naar Robert en Sharon. Jullie vraag luidt. Hoe wordt versteende hars genoemd? Versteende hars. Steenkool. Zeg het. Steenkool. Steenklomp? Steenkool. Nee. Steenkool. Nee, nee. Barnsteen is het goede antwoord. En we zoeken dus een VIP die het niet weet. Wie weet het niet? Versteende hars. Jan Veen. Jan Veen. Jan, wat is versteende hars? Versteende hars, dat is marmer. Of niet? Nee, geen marmer. Dus hij wist het niet. Dus 10 punten erbij. Robert en Sharon staan enorm aan kop met 95 punten. En Tom en Danielle en Patrick en Miranda heel dicht bij elkaar. 55, 60. Maar jullie zijn aan de beurt. Jullie kunnen nu inhalen. Daar gaan we. Welke architect ontwierp de Sagrada Familia in Barcelona? Tom en Danielle. Gaudi is het goede antwoord. Geen punten. En we zoeken een VIP die daar het verkeerde antwoord op gaf. Mart doet niet meer mee. Jan niet meer. Ankie, Rintje. Mireille Bekooi. Welk architect ontwierp de Sagrada Familia? Barcelona is een stad waar ik heel graag kom en vaak geweest ben. Dus dat moet ik wel weten. Dat is Gaudi. Ja. En dit is het jaar van Gaudi, hè? Zo. Ze wist het. Ja. En dat wist ik dat zij het wist, maar dat mag ik dan niet zeggen natuurlijk. Dus helaas, geen punten voor jullie. We gaan naar Patrick en Miranda, jullie laatste vraag. Wat is Cresip? Cresip, wat is dat? Een zangvorm. Dit is volgens mij een band. Ja, dat is goed, een band. Ja, dat is heel goed. Miranda, 10 punten. En we zoeken dus een VIP die dat ook weet. Jij mag zeggen. Rick. Rick Nieman. Rick, wat is Cresip? Cresip? Dat is een bandje met jonge, blonde Nederlandse meisjes. Goed, Rick. 10 punten erbij dus voor Miranda en Patrick. Was wel grappig, want er waren toch een heleboel bekende Nederlanders die nog nooit van Cresip gehoord hadden. Mevrouw Joritsma kende ze niet. Mart Visser zei dit toen we vroegen, wat is Cresip? Cresip? Dat geen enge geslachtsziekte of zo. Ik heb geen idee. En Jos Brink had ook een heel ander idee over Cresip. Wat is Cresip, Jos? Cresip, dat is een
niet gevaarlijke, maar wel hardnekkige huiduitslag. Ze wisten het niet. Maar goed, jullie hebben er wel 20 punten mee gescoord. We gaan naar de laatste vraag voor Robert en Sharon. In welke Nederlandse stad zetelt het internationaal gerechtshof? Arnhem. Oh, sorry. Nee, niet Arnhem. En overleg eens met je vrouw, joh. In Den Haag. Dat was het goede antwoord. Geen punten voor deze vraag, maar... Fit en Fip die het ook niet weet, dat wordt lastig met wat er over is gebleven, denk ik. Maar je weet het niet. Ja. Doe maar, Monique. Monique van de Ven. In welke Nederlandse stad zetelt het internationaal gerechtshof, Monique? Nou, daar hebben we veel mee te maken op het moment. Den Haag. Ja, ze wist het. Dus helaas geen punten erbij. Laatste vraag voor Tom en Danielle. Hoe heet de huidige First Lady van Amerika? De vrouw van George Bush. George Bush. Nu zeggen? Laura Bush heet ze. Wie weet dat niet, Danielle? Ze is niet zo bekend, die Laura. Er zijn een hoop mensen die denken... Monique. Hoe heet mevrouw Bush nou eigenlijk? Monique of Jos? Doe maar Monique. Monique. Weer Monique. Monique, hoe heet de vrouw van George Bush? Ja, natuurlijk mevrouw Bush, maar die heeft natuurlijk ook een voornaam. Volgens mij is het Laura. Ja, ze heeft het goed. Dus helaas geen punt erbij. En daarmee is het eigenlijk beslist. Want met 80 punten voor Patrick en Miranda en 55 voor Danielle en Tom... is het beslist. Jullie moeten met z'n viertjes naar de champagnetoren. En wie dat niet hoeven, zijn Robert en Sharon. Kom maar even heel dicht bij me staan. Dit is een spel dat je mensen eigenlijk gewoon niet aan mag doen. Maar jullie zijn jong, jullie zijn gezond en gelukkig in de liefde. Dus jullie zenuwen zouden wel tegen een stootje moeten kunnen. Patrick en Miranda hadden net de hoogste score en mogen dus het eerste bod uit gaan brengen. En de vraag is, hoeveel glazen denken jullie er in 4 minuten uit te kunnen halen... zonder dat het rode glaasje daarbovenop valt. En het gaat om die 19 glazen met de echte normale champagne. Niet de roze champagne, maar die 3 lagen daaronder. Het zijn er 19. Hoeveel denken jullie er in 4 minuten om de beurt uit te kunnen halen? Ja, ik wil even 11 gaan. 11. Van de 19. Het bod is 11. Om het te kunnen spelen, moeten jullie 12 bieden. Denk heel goed na, want 12 is tricky. Heel veel. Ja. Aan de andere kant, als zij er 11 uithalen, dan lig je eruit. Ja. Maar als het hun niet lukt, zijn jullie door. Ja. Wat doen jullie? Ik denk mijn best zij kunnen passen. Doen. Ja, dat hun mogen doen. Zij jullie mogen... passen? Ja. Ze mogen het proberen. Nou, wat wel lekker is, je hebt het gewoon in eigen hand. Ik bedoel, ja, je kan het in elk geval proberen. Je hoeft niet leidzaam toe te kijken en het is wel heel dapper. Ja, goed. Doe je bril op, Patrick, is voor de glasscherven die eventueel vallen, wat we niet hopen natuurlijk. Ga maar vast bij die toren staan, dat scheelt weer een halve seconde. Jij moet bij mij blijven tot mag hij... Mag ik niet zeggen? Nee. Mag ik niet overleggen? Ja, jullie mogen wel overleggen, maar op deze afstand. En pas als hij zijn glas op het dienblad heeft gezet, mag jij de cirkel betreden. Daar gaan we. 4 minuten. Lopen, nu. Ja, dat is 1. Ga je gang. Kom snel bij mij, Patrick. Deze kant. En zodra zij er eentje uit heeft en op het glas, op het dienblad zit, mag jij weer de cirkel. Goed zo, Miranda. Dat is nummer 2. Ga je gang. Voorzichtig, hè. Dat je niet in je haast ongeveer in die toren valt. Nog 3,5 minuut. Ga je gang, Miranda. Nog 8 glazen. Staat er 1 vrij. Heel goed, Miranda. Patrick weer. Nog 7 glazen. En nog ruim 3 minuten. Dus voorzichtig, voorzichtig. Stoot niet met dat ding tegen de toren aan.
Deze? Ja. Voorzichtig, voorzichtig. Het rode glaasje moet blijven staan. Hij is er uit. Heel goed. Ga door. Nog 6. 2 minuten en 55 seconden. Fantastisch, Miranda. Heel goed. Daar is er weer één. Patrick, je mag. Ga je gang. Nog 5 glazen. 2 minuten en 45 seconden. Je bent over de helft. Om en om. Yo, nog 4. Miranda, Patrick, kom je even bij mij? Twee minuten en 20 seconden, dus je kunt rustig gaan. Oh, wat beheerst. Maar ja, Miranda opereert huisdieren, dus die heeft een hele steady hand. Ga je gang. 3 glazen nog. Miranda, welke? Deze of die? Miranda, bij mij blijven. Nee, die andere. Deze? Of die? Nee, die. Miranda? Deze? Die! Die, ja. Oh, sorry hoor, geeft niet. Als je maar bij me blijft. Om de beurt de cirkel in. Ja, nog 2. 1 minuut en 40 seconden. Je hebt tijd, Miranda. En Tom en Danielle kijken gespannen toe. Want ook voor hun wordt het langzaam heel erg spannend. Die kant op, daar worden jullie opgevangen. Je moet risico's nemen. Ja, je moet risico's nemen, vind ik ook. In het leven. En echt complimenten dat jullie het geprobeerd hebben. Want 11 was riskant bot. Het leek er heel lang op dat het goed ging en ineens... Ja, 10 moest kunnen. En ik dacht, ja, 11 is... Is te doen is en dan gaan zij het misschien doen met 11. Ja, en, dus, en nu heb je het zelf in de hand. Ik bedoel, dan kan je zelf de schuld geven. En scherven brengen geluk. Dat bedoel ik. Pech in het spel, geluk in de liefde. En ik smijt alle clichés er tegenaan. Wanneer trouwen jullie nu? 3 mei. 3 mei aanstaande. Ja. Dan wacht je tot het heel mooi weer wordt. Ja. En dan heb jij een waanzinnige jurk aan. En jij een fantastisch pak. En dat mogen wij nu al even zien. Dus doe even je oog dicht, als je wil. Daar komen ze. Eerst. Dat troostweekend door willen brengen? Lang weekend? Istanbul, Barcelona? Istanbul. Nog nooit geweest? Nee. Ga je lekker genieten daar. Ontzettend bedankt voor het meedoen. Dames en heren, Patrick en Miranda. Als u de eerste love letters gezien hebt, dan weet u dat de 2 koppels die overgebleven zijn 6 bruiloftsgasten gewonnen hebben. Die ze straks heel hard nodig hebben in het finale spel. Nou, in het monitorenspel dat we nu gaan spelen, kunnen ze er nog eens 2 van die bruiloftsgasten bij verdienen. 1 per ronde, als ze het goede antwoord geven op de vraag die op de laatste monitor staat. Zolang je goed blijft antwoorden, ga je door. Bij een fout wisselt de beurt. Het koppel dat dus de laatste monitorvraag mag beantwoorden en dat ook goed doet, wint weer een familielid of een vriend voor het finale spel. Is het duidelijk? Ja? Jullie begrijpen het. Jullie mogen beginnen, Robert en Sharon, bij de eerste ronde. En straks Tom en Danielle bij de tweede ronde. Heel veel sterkte allemaal. Lastig spelletje. Daar gaan we. Vraag 1. Wie is dit? Kort maar krachtig. Wie is dit? Nummer 2. Hoe heet deze weerman? Nummer 3.
Hoe noem je een aan-uit-relatie? Wellicht drie. Drie is dat. Vier. Waar staat de vulkaan, de Etna? Vijf. Hoe worden Russische astronauten genoemd? Nummer zes. Hoe heet deze filmregisseur? De zevende vraag komt eraan en die luidt: hoe heet deze Chinese geneeswijze? Nummer 8. Welk rugnummer had deze voetballer? Welk rugnummer had hij? Nummer 9. In welke stad staat deze gevangenis? De laatste vraag. In welke serie speelde zij de rol van Alexis? We gaan de band terugdraaien. We beginnen bij Robert en Sharon. Jullie kijken heel moeilijk. Daar komt hij. Vraag nummer 10. Robert en Sharon, wat is jullie antwoord? Dynasty. Dynasty is correct. Dat was Alexis. Dat is goed. Monitor is rood, dus ook nummer 9 is voor Robert en Sharon. Wat is het antwoord? Nu zeggen? Te laat. Haarlem is het antwoord. Nummer 8 voor jullie. Tom en Danielle. Nummer 14. Nummer 14. Johan Cruijff is correct. We gaan door met Tom en Danielle. De zevende monitor. Wat is jullie antwoord? Acupunctuur. Ja? Cultuur. Acupunctuur. Is goed. Acupunctuur is goed. We gaan naar de zesde monitor. Nog steeds voor Tom en Danielle. Wat is jullie antwoord? Filmregisseur. Nee. Te laat. Hitchcock. We gaan naar Robert en Sharon. Nummer 5. Wat is jullie antwoord? Zeg iets. Nummer 4 dus voor Tom en Danielle. Wat is jullie antwoord? Italië. Italië. Welk eiland? Sicilië. Sicilië. Het is goed. We gaan naar 3. Tom en Danielle. Wat zeg je? Stoplicht. Nee, knipperlichtrelatie. Nummer 2 is dus voor Robert en Sharon. Wat is jullie antwoord? John Bernard. Dat was inderdaad de weerman op de tweede monitor. We gaan naar de laatste vraag. Hij is dus voor Robert en Sharon. Maar weten ze het antwoord? Zeg het maar. Gorbachev. Dat is goed. Uitstekend. Oh, wat zonde. Een stoplichtrelatie is niet zo bekend als de knipperlichtrelatie, dus dat moest ik wel fout rekenen. Robert en Sharon hebben de eerste ronde gewonnen en dus ook het eerste familielid. Maar dat gaan Tom en Danielle nu ook doen in de tweede ronde, toch? We gaan nog een keer spelen en weer 10 monitoren met 10 vragen. Daar gaan we weer. Vraag 1. Wat wilde Dikkertje Dap de giraf geven? Onthoud hem, dat is de belangrijkste. Nummer 2. Hoe heet deze oud-premier? Nummer 3. Welke architect ontwierp dit beursgebouw? De vierde vraag komt eraan. Hoe heet deze held? Onthoud het op 4. 5. Als je verliefd bent, zie je alles door een. Nummer 6. Hoe heet de vader van Pinocchio? Hoe heet zijn vader? Nummer 7. Wie is dit? 8e vraag luidt: hoe noem je een versteende afdruk? Negen. In welke stad staat deze zeemeermin? De laatste. Een makkie. Welk instrument bespeelt Candy Dulfer? Monitoren gaan weg, maar komen meteen weer tevoorschijn. En dat betekent dat Tom en Danielle het eerste antwoord moeten gaan geven. Daar komt hij weer. Monitor 10 is onderweg. Hou hem zo lang mogelijk vast. Wat is volgens jullie het antwoord op monitor 10?
Saxofoon. Saxofoon is correct. Kenny Dulfer speelt saxofoon. We gaan naar de negende monitor voor Tom en Danielle. Zeg het maar. Stockholm. Nee, Kopenhagen. Ah. We gaan naar de achtste voor Robert en Sharon. Wat is jullie antwoord? Geen idee? Geen idee. Het goede antwoord is fossiel. We gaan naar jullie, Tom en Danielle. Nummer 7, wat is het antwoord? Hitchcock. Wat zeg je? Hitchcock. Nee, niet Hitchcock. Sean Connery was het goede antwoord. Nummer 6 voor jullie, Robert en Sharon. Geppetto. Ja, Geppetto. Ik denk, jij hebt een kind, dat weet je. Nummer 5. Wat is het antwoord, Robert en Sharon? Roze bril. Een roze bril. Daar zie je alles door als je verliefd bent. Is correct. We gaan naar de vierde monitor. Nog steeds voor Robert en Sharon. Wat is jullie antwoord? Superman. Hij gaat heel goed, maar houden ze het vol tot de laatste? Nummer 3 voor Robert en Sharon. Wat is het antwoord? Ja. Berlage. Het is inderdaad de beurs van Berlage. We gaan naar de tweede monitor. Nog steeds Robert en Sharon. Wat is jullie antwoord? Ruud Lubbers. Ruud Lubbers. Ruud Lubbers is correct. En dat betekent dat we de laatste monitor naar Robert en Sharon moeten laten gaan. Weten ze het antwoord? Zeg maar. Een klontje. Een klontje. Een klontje. Ja! Dikke tsunami. Gewonnen. Robert en Sharon, dus exact 2 bruiloftsgasten erbij. En dat betekent dat Tom en Danielle wat goed te maken hebben in het volgende spel. En dat gaan we nu proberen. Kom op. Ja. Ja, bij de opening van het programma had ik eigenlijk al een beetje verraden dat we vanavond hoog bezoek hebben bij Love Letters. Het is me een grote eer ze hier te mogen begroeten, dames en heren. César en Cleopatra. In deze klassieke verpakking, zeg maar, zitten 2 bekende Nederlanders die ik echt eeuwig dankbaar ben voor het feit dat ze voor dit spelletje al gauw 1 uur of 3 in de schmink hebben gezeten. Net als Julius en Cleo zijn ook zij een echt paar, alleen in de ruimste zin van het woord. Het kunnen 2 mannen zijn die samen wonen, die samen werken. Het kan een duo zijn dat samen zingt of samen acteert. Misschien een bekend sportersduo, een beroemd echtpaar, het kan allemaal. De koppels mogen alleen vragen stellen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. En zolang ze ja als antwoord krijgen, mogen ze doorvragen. En bij een nee wisselt dan de beurt. Per goed geraden beroemdheid winnen ze weer zo'n belangrijke bruiloftsgast. Dus ik zou zeggen, barst maar los. Jullie mogen beginnen, Sharon en Robert. Alles wat met ja beantwoord wordt, betekent dat je door mag gaan. En als je te lang wacht met een vraag stellen, geef ik de beurt aan Tom en Danielle. Ga je gang. Ja. Julius Caesar, speelt u in musicals? Nee. Dat is jammer. Tom en Danielle. Cleopatra, bent u een man? Nee. Dat was duidelijk. Julius, zijn jullie met elkaar getrouwd? Nee. Tom, Danielle. Julius, bent u bekend van tv? Ja. Oh, dan mag je door. Julius, bent u de laatste tijd nog in het nieuws geweest? Ja. Ja, een beetje. Cleopatra, zitten jullie in de politiek? Nee. Het is niet Winnie de Jong, hoor. Zitten jullie samen in een televisieshow? Ja. Je mag door. Zeg eens wat. Cleopatra, bent u muzikant? Ja. Julius, bent u muzikant? Ja. Julius, bent u Serge? Nee. Nou, dan zal Cleopatra ook wel niet Saskia zijn. Ah, ja. Tom. Julius, bent u boven de 40? Ja. Cleopatra, bent u wel boven de 40? Nee. Oh ja, jullie zijn weer. Julius, is het een spelshow? Nee. Nee,
Julius, bent u een acteur? Nee. Julius, bent u een presentator? Mwah. Soms. Mwah, dan mag je doorgaan. Cleopatra, bent u een presentatrice? Nee. Mwah. Julius, zijn jullie bij de publieke omroep? Kom je daar op tv? Ja. Bij de Tros, Julius? Ja. Blijf vragen. Cleopatra, bent u misschien Mireille? Nee. Cleopatra, bent u zangeres? Ja. Cleopatra, zingt u een Nederlands repertoire? Nee. Ja. Julius, bent u toevallig de zanger van BZM? Ja. Ik wil een naam horen. Cleopatra, bent u Carola? Ja. En Julius? Julius, bent u toevallig... Hoe heet hij? Meneer Keizer? Meneer Keizer. Ja. Meneer Keizer. Ah, ik heb het goed. Jan Keizer en Carola Smit zijn het inderdaad. Heel goed voor jullie. Ik ga even met ze praten. Kom even naar jullie toe. Ineens zagen ze het. Kan je opstaan, Carola? Gaat dat? Ja. God, wat ziet dat eruit zo dichtbij, hoor. Kunnen we wel zoenen met die gezichten zo? Dat kan. Jezus, wat goed zeg. Ja, mooi. Hoe lang hebben jullie voor in de make-up gezeten? Nou, nu een uurtje of twee. Ja. Ruim 2 uur. Nou, we zijn natuurlijk eerst moest het afdruk gemaakt worden van het gezicht. Het is helemaal met een masker gedaan, Zal ik proberen het eraf te halen? Ja, doe eens. Dan kunnen we echt zien dat je het schijnt zo te moeten. Even kijken, hoor. Ja. Zo, ja, daar zijn. Ruik je af? Goed. Dan krijg je geloof ik dit. Oké, geef maar. Gaat het? Een beetje vast. Je zit vast. Ik ga Carola even helpen. Open ze op je wenkbrauwen, Jan. Ja, maar ze zitten nog aan, toch? Oké. Zal ik even helpen trekken? Wacht. Ja, doe maar. Ik kom je zo helpen, Carola. Oh, oh mijn god. Kijk nou. Het is hem, het is hem. Vind je het toch leuker zo? Ja, heel leuk. Ik ga even Carola helpen. Mag ik even aan je neus? Ja. Even bij de neus nemen gewoon een keer. Dat wil ik ook wel. Jan Rins ooit bij mij gedaan. Pas op, hoor. Dat wil ik ook wel een keer. Het doet hartstikke pijn als je hem loslaat. Ja, daar is ze, hoor. Dit is al een stuk beter. Dames en heren, Jan Keizer en Carola Smit. Dank jullie wel. Hartstikke leuk. Zo, ik ga mijn strenge finale gezicht opzetten, want het is nu, hoe je het went of keert, erop of eronder. Wat wel weer een leuke woordspeling is als je gaat trouwen. Aan deze kant staan de familieleden van Danielle en Tom. En dat zijn er in totaal 10. En aan deze kant staan de familieleden en vrienden van Sharon en Robert. En ook dat zijn de 10. Zes bruiloftsgasten gekregen. Hebben er allebei 2 bij gewonnen. En ze staan er natuurlijk zelf ook met z'n 2 bij. Dus 10 tegen 10, dat wordt lekker spannend. Ik ga straks een aantal multiple choice vragen stellen. En wie het eerste drukt, mag antwoord geven. Is het antwoord goed, dan speel je je tegenstander weg en mag je zelf blijven staan. En is het fout, dan is het erg jammer. Maar dan is jouw koppel gewoon een belangrijke steunpilaar kwijt. Als binnen 10 seconden helemaal niet gedrukt wordt, dan verschijnt er een nieuwe vraag. En in feite hebben jullie dus een beetje zelf in de hand of je vanavond lekker dronken kan worden op een leuk feestje of over 10 minuten in de bus naar huis zit. Zo simpel is het. Wim tegen Willem. Willem, wat ben je van het bruidspaar? Ik ben de neef van Tom. De neef van Tom tegen de... Zwager van Robert. Tegen de zwager van Robert. Dat wordt lekker ingewikkeld. In elk geval, handen aan de knop. Hier komt de eerste vraag. Wie het eerst druk mag antwoord geven. Wie was niet aanwezig bij het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander? Nelson Mandela, Caroline van Monaco of Prins William van Engeland? En Willem heeft gedrukt. Caroline van Monaco. Caroline van Monaco, antwoord B. En dat is... Fout. Het was antwoord C, Prins William van Engeland. Dankjewel voor het meedoen, Willem. Wim staat nog. En daar hebben we Joris. Ja. Ja. Wat ben je van het bruidspaar? Ik ben een vriend van Tom. Een goeie? Ja, dacht ik wel. En dat wou je ook blijven? Ja. Dan moet je goed antwoorden, Joris. Oh, oké, handen aan de knop.
Wie speelt de hoofdrol in Sex in the City? Calista Flockhart, Sarah Jessica Parker, Joris mag het zeggen? Ik dacht antwoord B. Antwoord B, Sarah Jessica Parker, en dat is... Goed, je mag blijven staan, Joris. Wim, dank je wel. We zijn de twee weg en de stand is 9-9. Hand aan de knop, Hans. Uit hoeveel kleuren bestaat de Duitse vlag? En Hans was het snelst. Zeg het maar. 3. 3, en dat is... Goed, dag Joris. Bedankt voor het meedoen. En daar is Theo. Hand aan de knop. Wat is geen boek van Annie M.G. Schmid? Jip en Janneke, Otje of Pietje Bel, Hans? Pietje Bel. Hans gaat goed. Pietje Bel is namelijk goed. En dat betekent dat Theo alweer weg mag. Was een kort genoegen. Marieke, hallo. Hey. Wat ben jij van het bruidspaar? Het zusje van Tom. Het zusje van Tom? Ja. Het is helemaal dichtbij. Goed je best om, Marieke. Ja, dat zal ik doen. Want Hans is een slimmerd. Wat bent u van... Een oom. Een oom? Een oom, ja. De slim oom? Ja. De slimste van de familie. De slimste van de familie. Oké, okay. Handen aan de knop. Daar komt-ie. Van welke grondstof wordt Schotse whisky gemaakt? Ja, dat dacht ik al. Dat is een vraag voor Hans. Gerst. Gerst is... Helemaal goed. Sorry, Marieke. Maar nu komt Jo. En Jo weet ook wel wat. Ik hoop het. En Jo gaat proberen Hans van het toneel te verwijderen. Hier komt de vraag. Met welk hormoon reageert je lichaam op stress? Adrenaline, endorfine of Hans? Adrenaline. Adrenaline. Antwoord A is correct. En alweer eentje minder bij Tom en Danielle. Ingrid, je moet wat doen. Ik ga mijn best doen. Heel snel drukken, want hij is echt goed. Welk land won het WK voetbal in 1998? En dat is weer Hans, hoor. B, Frankrijk. Frankrijk, en je zegt het alsof je het weet, dus het zal wel kloppen. Ja, hoor. Is goed, sorry Ingrid. Michiel, wat ben jij? Ik ben een vriend van allebei. Een vriend van allebei? Ja. Dus dubbel zoveel redenen om Hans nou echt gewoon te slim af te zijn. Voor mij een dubbel feestje vanavond. Oké. Hand op de knop. Hans, hand op de knop. Hier komt de vraag. In welk jaar overleed Elvis Presley? Het is weer Hans. Nu zeggen Hans. B, 1972. 1972, en dat is... Fout. Maar je was goed. Je was heel goed. Michiel staat nog en moet het nu opnemen tegen de schone Chantal... van de familie van Sharon en Robert of een vriendin? Ik ben het zusje van Robert. Het zusje van Robert. Doe je best, Chantal. Daar gaan we. Van welk land is Reykjavik de hoofdstad, Michiel? IJsland, A. Antwoord A, en dat is... Helemaal goed. Sorry, Chantal. Danielle en Tom lopen weer ietsje in. De stand is nu 4-7. Daar gaan we weer. Hoe luidt het ja-woord in Rusland? En dat is Michiel. A, da. A, da. Is da ja in Rusland? Ja, da is da, ja. Heel goed. En daar is mevrouw Timmerman, oma van... Robert. De oma van Robert. Wat leuk dat u meedoet. Moet wel snel drukken, hoor. Want hij is ook goed. Hij heeft er inmiddels ook alweer een paar verwijderd. Daar gaan we. Wat zijn getrouwde stellen niet meer verplicht volgens het burgerlijk wetboek? En dat is Michiel. Zeg het maar. B, samen te wonen. B, samen wonen. En dat is... Ja, het is goed. Spijt me. Dank je wel voor het meespelen. Patrick, je hebt er zin in. Ik heb er heel erg veel zin. Je wilt een feestje vanavond? Ik zal ervoor strijden. Oké, daar gaan we dan. Bij welk menselijk orgaan hoort de hamer? Zeg het maar, Patrick. Het oor. Het oor, antwoord A. Volgens mij is het goed. Dankjewel, Michiel. Goed gespeeld. En daar is Diana. De laatste voordat het toekomstige paar zelf aan de beurt is. Dus doe je best, Diana. De stand is 5-3. Welke paddenstoel groeit onder de grond? Patrick. A, truffel. De truffel, en dat is goed. Ik weet het zeker. Oh jee, Danielle. Je zult het zelf moeten doen, meid. Ja. Patrick, tegen de eventuele bruid. Kom op, hè. Even terugkomen. Wat is de duurste straat in het Monopoliespel? Patrick. Kalverstraat. Oh, Danielle, het is goed. Het spijt me. Je moet die kant op. Tom, oh. Doe me nou een lol. Ja, ja. Even spannend maken. Wie weet. Het is 5-1.
Maar dat zegt nog helemaal niks. Want als Tom gewoon een paar keer goed antwoordt en razendsnel drukt, dan kan het nog wel eens heel anders gaan. Maar als Patrick nu Tom verslaat, dan heten de winnaars van vanavond Sharon en Robert. Spannend. Doodstilte alsjeblieft niet voorzeggen. Handen aan de knop. Patrick, Tom, de vraag is... Feyenoord won de UEFA Cup 2002 met 3-2 tegen Patrick. Nu Bayern zeg... Leverkusen. Bayern Leverkusen. En dat is... Fout! Het was Borussia Dortmund. Dat was goed nieuws voor Tom. Ja, ik heb er nog vier. Dat is waar. We moeten niet te vroeg juichen natuurlijk. Maar ik vind het zo leuk als de bruidsparen tegen elkaar komen. Het is niet zo dat ik het jullie niet gun, maar ik ben nou even voor Tom. Want die staat in zijn eentje tegen vier mensen. Daar gaan we. Ja, dat is tijdelijk, hè? Ah, het publiek. Hoe heet de zus van Gianni Versace? En dat is Ina. Dag, Daniela C. Daniela C. En dat is... Fout! Donatella Versace. En zo zie je maar, Tom. 1-3. Handen aan de knop. Remy tegen Tom. Remy, wat ben jij? De zus van Robert. De zus van Robert. Ja. Wat een leuke zus heeft hij, hè? Ja, schatjes allemaal. Chantal was toch ook een zus? Ja. Hoeveel heb je er trouwens, Robert? Hoeveel zussen? 5. 5! Zo. En dat zijn mijn ouders. 5 zussen, hé. En je hebt de slimste hier neergezet, zeg maar. Ja. Ik wou niet hard op zeggen, maar... Het was toeval. Ja. Oké, Remy, daar ga je. Tom, hou vol. Het gaat om je bruiloft, jongen. Ik weet het. Handen aan de knop. Welk van deze 3 steden is de hoofdstad van een land? Seoul, Kyoto of Shanghai? Tom. A-Seoul. A-Seoul, en dat is... Goed! Remy, jammer. En vanaf dit moment ben ik natuurlijk geheel onpartijdig. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Kom op, Sharon. Jullie waren echt, jullie stonden heel erg voor. En ineens is het 2-1, dus doe je best. Hij is heel goed. Hij blijft onwijs kalm. Doe je best. Misschien de laatste vraag. Maar misschien komen de heren nog wel tegen elkaar te staan. Heb je de hand aan de knop? Jij ook? Ja, ja. Wie schreef de opera Aida? En dat is Sharon. Dat is... Puccini. Puccini, en dat is... Fout! Wat is dit erg? Voor de gein zeg je, misschien komen de heren wat tegen elkaar te staan. En wat gebeurt er? De heren komen tegenover elkaar te staan. De familie staat doodsangsten uit. Laat me 1 ding ter geruststelling zeggen. Ze trouwen heus wel. Echt, dat komt wel goed. Maar wie trouwt er vanavond bij Love Letters? De volgende vraag gaat dat beslissen. 1 ding. Als je drukt... En ik zeg, geef het antwoord maar, moet je meteen het antwoord geven. Dan niet meer eerst nadenken, want dat is niet eerlijk. Drukken betekent antwoorden. Veel sterkte, ik gun het jullie allebei even, echt waar. Hier komt de vraag. Waar beleefden de 3 musketiers hun avonturen? En dat is Tom, zeg het maar. Engeland. Engeland, en dat is... Fout! Wat was het spannend. Ja, ik twijfel dat het. Ja, en je moest meteen antwoorden. Jeetje. Dat is even hard. Ja, heel leuk. Maar spannend was het. En natuurlijk mag je teleurgesteld zijn. Ja. Maar je moet me zo denken. Er wordt gewoon getrouwd. Ja.
En jullie hebben waanzinnige kleding gewonnen, waanzinnige ringen gewonnen. En ik denk dat we daar gewoon even naar moeten gaan kijken om de ergste teleurstelling weg te houden. Je wilt het niet zien natuurlijk. Nee, hou je ogen dan maar even dicht. Wij gaan samen kijken naar hoe jullie... Wanneer gaan jullie trouwen? Ja, we weten het nog niet helemaal zeker. Maar in het voorjaar? Ja, zeker in het voorjaar. Okay, misschien 30 maart of 2 mei. Klinkt goed. Ja. Oké, okay, we gaan kijken naar hoe jullie er dan uitzien op 30 maart of 2 mei. Oh, jij wil ook niks zien. Nee. Nou, doe je ogen maar dicht dan. Ik heb je bloemen. Ja, en jullie krijgen nog een cheque van 2.500 euro om een ontzettend leuk feest te geven. Mooi, daar 30 maart. Dat zullen we zeker doen. En ik bedank jullie ontzettend voor het meedoen. Dankjewel, Danielle. Heel veel geluk. Bedankt. Dankjewel, Tom. Veel geluk. Dankjewel. Maar je hebt echt gewonnen. En wat was het ontzettend spannend, dat laatste spel. Nou, dat was goed, die Tom, hoor. Ja, ik geloofde er niet meer in op het laatst. Maar gelukkig voor jou, althans, maakte hij een foutje. En nu sta je hier onderaan de trap. En nu gaat het echt gebeuren. Je ziet er heel mooi uit. Mijn allereerste aandacht ging natuurlijk uit naar de broek. Op een slot van rekening is Sharon op de broek gevallen. Inmiddels houdt ze van alles wat erin zit. De hele man. En dat is al... 4 jaar zo, hè? 4 jaar ja, bij elkaar. Klopt. Kindje van 17 maanden. Eigenlijk is het plaatje compleet, alleen dat huwelijk nog. En ik zat nog te denken, jij heet Pril. Gaat zij jouw naam aannemen? Ja. Dus morgen gaat ze de telefoon opnemen, pas getrouwd met mevrouw Pril. Dat is wel de bedoeling. Ja. Wat heeft ze aan, denk je? Ik denk dat ze een jurk aan heeft. Kun je ietsje specifieker zijn? Nou, goed. Qua kleurstijl, modern, klassiek... Als ik kijk naar het boeket, en ik ken Sharon uiteraard, dan denk ik dat het een klassieke jurk is. Met champagne kleuren. Je kijkt naar mijn pak, ja, er zal iets van ivoor in zitten. Of, ze heeft het een beetje aan jou aangepast. Aubergine, ja. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. Ivoor, aubergine. Nou ja, het zou kunnen. Ik ben heel erg benieuwd. Ze staat inmiddels klaar en we gaan er niet langer daar in spanning laten staan. Want ze wil natuurlijk alleen maar naar jou toe. Geniet ervan. Hier is ze, jouw eigen Sharon. Dankjewel. Mooi, Sharon. Waanzinnige jurk, zeg. Ja. Doe even zo'n rondje, we willen alles zien. Kijk nou even wat beeldig. Oh, ontzettend mooi. En het mooiste is dat hele blije hoofd. Want jullie passen inderdaad wel heel mooi bij elkaar. Kom even lekker dichtbij te staan, Robert. Je had wel gelijk, hoor.
Het is wel ivoor kleur. Echt, hij had het goed geraden. Jullie willen natuurlijk het liefst nu naar de ambtenaar rennen. Maar we moeten nog het een en ander regelen. Zoals bijvoorbeeld waar jullie op huwelijksreis naartoe gaan. En ik neem aan dat je het best leuk vindt om dat nu al te weten. Of zeg je van nou, wacht maar even, dat komt later wel. Dat vind ik hartstikke leuk, ja, goed, natuurlijk. Dan gaan we samen kijken waar jullie gaan genieten. Het is ergens op een paradijselijk, zonovergoten eiland, maar waar precies? Sharon en Robert, van harte gefeliciteerd. Jullie gaan op huwelijksreis naar Cuba. De Cubaanse bevolking zal jullie gastvrij ontvangen op dit Caribisch eiland. Geniet het lekker van de zon en de zee. Of bezoek de makers van de originele Cubaanse sigaren. Duik in de cultuur en de historie van dit land en jullie zullen je beslist niet vervelen. Maak er een onvergetelijke huwelijksreis van. Sharon en Robert, veel plezier! Cuba, jongens. Je bent er helemaal van volgeschoten, hè? Dus ik hoef niet te vragen of jullie dat... Heb jij zakdoek voor? Heel goed. Maar volgens mij staat ze ook erg te huilen omdat ze Rogier zag zitten in de kapel. Ja. Ja, hè? Daar komt het door, hè? Wist je niet dat hij er was? Die wel. Oh, wel? Ja. Maar je zag hem even. Ja. Bij je vader op de arm. Ja. Nou, je mag straks met hem knuffelen, maar ik denk als we hem er nu bij halen dat hij nooit meer bij je weg wil. En je moet nog even 500.000 bij elkaar kussen. Dus we gaan hem nog even bij opa. Zo is het. De armbandjes voor de romanticus zijn inmiddels aan jullie polsen bevestigd. En dat betekent dat jullie gaan zoenen alsof je leven ervan afhangt. Dat is natuurlijk niet zo, maar het gaat wel om 450.000 euro. En dat kan je leven behoorlijk veraangenamen. Dat krijg je pas als het lukt om exact 30,00 seconden te zoenen. En omdat dat wel heel moeilijk is, bestaat ook de mogelijkheid 45.000 euro te winnen als je de kus timet tussen de 29,75 en de 30,25. Zweeft die ergens tussen de 29 en de 31 seconden, levert dat een gloednieuwe auto op. Ook niet vervelend. En alles tussen de 28 en 32 seconden is goed voor 3.500 euro zakgeld voor Cuba. Alles tussen de 25 en de 35, 2.500 euro. En alles daarbuiten levert toch nog 500 euro op. Maar dan moet je wel zeg maar alle gevoel voor tijd kwijt zijn. En jullie hebben 4 jaar geoefend. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Maar nooit zo lang. Nooit zo lang. Ben je van de korte kussen? Draai even om als je wil. En kijk elkaar even diep in de ogen. Haal nog even goed adem. En kus dan echt alsof het de laatste keer is. Gooi alles erin, Robert. Ga jij timen of gaat, gaat Sharon dat doen? Jij timet, Robert. Doe je best. Zo dicht mogelijk bij die 30 seconden. En als het even kan, exact 30 seconden. Ga je gang. Euro bij elkaar gezoend. Bijna een auto, net niet. 3.500 euro als zakgeld om mee te nemen naar Cuba. Gaat het lief? Zal ik die armbandjes even afdoen? Ja. Want het is nu echt zover. Jullie gaan elkaar het ja-woord geven en dat is veel belangrijker dan al die prijzen bij elkaar. Maar waarom jij nou de enige bent voor hem en jij de enige bent voor haar, dat wilden we toch nog wel even weten. En dat hebben we jullie een tijdje geleden gevraagd en toen zeiden jullie dit. Sharon is het verlengde van mij. Ze is voor mij heel speciaal. Ze is een ontzettend goede moeder. Ze is ontzettend lief. Ze begrijpt me heel goed. Ik begrijp haar heel goed. En ik wil gewoon met haar verder. Ik heb eigenlijk nog alles. Ik heb nog niet alles bereikt wat ik wil bereiken, maar ik heb alles met ons drieën bereikt op het punt waar we nu zijn. En dat is eigenlijk de reden waarom ik zo graag wil trouwen. Dat ik echt een gezin wil zijn, ja, dat ben ik nou ook wel, maar echt een bevestiging van wij drie horen bij elkaar. Nou, dat was wel duidelijk hoor. Dat jullie bij elkaar horen. En het gaat nu ook echt gebeuren. Ik zou zeggen, geef elkaar een hand en laat hem niet meer los voordat er twee trouwringen aan zitten. Raymond Seré staat voor jullie klaar. Ik wil jullie nu alvast
heel veel geluk toewensen. Heel veel vriendschap, heel veel gezelligheid, heel veel warmte. En misschien nog een leuk broertje en zusje voor Rogier zou ook nog wel leuk zijn. En ik ga even snel afscheid nemen van de kijkers. Wij gaan hier natuurlijk live de hele bruiloft van Sharon en Robert meemaken. U krijgt de hoogtepunten daarvan te zien. Ik bedank u heel hartelijk voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Dag. Veel plezier. Veel geluk. Heel bedankt. Neem jij aan tot je wettige echtgenote Sharon Siebers en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is er op jou? Ja. Sharon Siebers, neem jij aan tot je wettige echtgenote Robert Pril en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is er op jou? Ja, heel graag. Dan verklaar ik hierbij een naam de wet dat jullie vanaf dit moment door het huwelijk aan elkaar wilt verbinden. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd elkaar. Bezoek ook onze website www.tros.nl.